Ik hoop het wel. Maar daar ben ik ook weer wel weer een beetje dubbel in. Het is niet zo, want ik heb veel vriendinnen. Ik ben nu 31, dus dat is echt de leeftijd natuurlijk. En ik heb heel veel vriendinnen die echt zeggen, ik wil per se een kind. Ik weet het 100% zeker. En ik heb soms ook wel twijfels. Ik heb soms wel het idee dat ik denk van, ik kan me ook voorstellen dat ik geen kinderen krijg. Maar mijn grote angstbeeld is, zal ik heel eerlijk zeggen, dat ik op mijn 42e wakker word en denk, oh nee, ik had het toch moeten doen. Dat ik met spijt wakker word en dat het dan niet meer kan. Ja. Wat ik vind het bijna onbetamelijk om erover te beginnen, weet je dat? Ja. Ik vind het echt onbetamelijk. Ja, dat vind ik ook goed dat je dat zegt. Ik bedoel, daar heb ik ook veel over geschreven, denk ik. Hè? Over die woede tegen die vraag. Alleen, we moeten ook niet ontkennen dat als ik in een roddelblad over mij lees, dan is dat het, wanneer wordt ze zwanger? Er staat niet, heeft ze gisteren Hedda Gabler gespeeld? Dat boeit werkelijk niemand natuurlijk. En dat is ook niet erg. Zo zijn mensen zijn wie ze zijn. En we zijn allemaal dieren. En voortplanting is gewoon een van de grote dingen die ons drijven. Alleen wat ik geestig vind aan dit fragment is dat ik daar zeg, nou, ik hoop één ding. Ik hoop niet dat ik wakker word op mijn 42e en denk, hoe, ik ben het vergeten eigenlijk. Ja. Nou ja, dat is in ieder geval niet zo, want ik ben er zo bewust mee bezig geweest. Voor het oog van het hele land. Misschien heb ik dat ook gedaan onbewust, omdat ik zo bang was dat ik het zou vergeten, bij wijze van spreken. Maar nee, ja, weet je, het gek is, het liefst zou ik die vraag exact hetzelfde beantwoorden. Maar ja, dat kan niet, want ik ben 42. Ja. Dus ik kan niet blijven zeggen, wie weet wel, wie weet niet. Het is voor mij niet eenduidig. Maar je hebt nu wel een serieuze partner. Want Daniel en jij zijn al een paar jaar bij elkaar. Hè? Zeker. Dus dat zou, ik bedoel, de mogelijkheid ligt er. Ja. Ja, en dan nog, de mogelijkheid ligt er. En dan nog is het dus blijkbaar voor mij niet zo urgent. En, maar dat is het dus wel door mijn leeftijd, maar in mijn hoofd niet. Waardoor ik nu tot actie overga. Dus dat is nog steeds iets. Ik bedoel, we zijn samen, maar we zijn ongelooflijk blij met elkaar, maar we zijn niet al jaren samen. Dus het voelt nog pril. En als ik dus niet die stomme biologische klok had, dan zou ik zeggen, we wachten nog even, snap je? Dus dat zijn de dilemma's waar ik mee zit.